Yes, de F1 vandaag van 22 september naar de vrije trainingen van de GP van Japan. Ik ben Daniel en naast mij vertrouwd. Kander Bronkhorst, hoe is het? Ja, gezellig. Ik zit als oud, dus uh, laat me komen. Daar word je elke week blijer van, zie ik. En elke uh, week. Thuis in zijn uh, datacentrum zit uh, Tim Krijls, hoofdredacteur. Hey Tim, hoe is het? Goed al, goedemorgen. Helemaal goedemorgen. Dan hey, nou beginnen we maar direct. Het was vroeg. Wat hebben we deze ochtend gezien in Japan? Ik zag in ieder geval een vliegende Max Verstappen. Die is wel op weg naar Rivans in ieder geval. Hè? Dat, dat kunnen we wel stellen. Uh, die uh, ja, eigenlijk gewoon al vanaf ronde 1 hoor, zij het ook al. Uh, statement of intent noemde hij het. Ja, weet je, als je, als je dat in ronde 1 al kan laten zien, ja, dan weet je hoeveel. Hoe goed die wagen voelt, hoeveel vertrouwen die heeft in die wagen. Had het natuurlijk vooraf al over dat uh, in de simulator de wagen hier ook al fantastisch aanvoelde. Zelf groot fan van Japan. Nou, dat hebben we nu al gezien uh, in de eerste twee vrije trainingen al direct. Ja, en het is zo'n coureur die altijd uh, snel uit startblokken komt. Hè. Dat, uh, dat is wat hij doet. Uh, hij zei ook na Singapore al van, uh, nou, ik ben nu al gericht direct naar Singapore. Zei hij, ik, ik ben helemaal gericht op Japan. Uh, ze geeft mij een goede auto die goed weg kan en ik maak er gehakt van, uh, zei hij min of meer niet in die woorden. Uh, wat vond jij uh, verstappen stappen, vliegvlieg? Ja, nou ja, de, de koning heeft zijn troon erin genomen, hè? Dat, uh, dat kunnen we wel stellen. Uh, er staat geen maat op en ik denk dat dat uh, de toon wel gezet heeft voor de rest van het weekend. We houden er allemaal van, als mag ze stappen, uh, laat zien hoe goed hij is. En dit zijn wel de momenten waarop hij uh, exceleert. Yes, hey, we hadden het al over die, die data, hè? de datacentrum. Laten we eens even wat dieper induiken, Tim. Uh, wat, wat was precies zo goed? Dan wil ik eventjes, uh, we zagen dat Verstappen op die softband, super snel was zijn longrun leek snel. Ik zag hem op een T-band rijden. Even longrun-analyses, even alle coureursteams langs uh, te beginnen bij Verstappen. Dat zijn er ook vragen in één. Uh, daar. Ja. <laughs> ja, dat... <laughs> wat ik je nu? Geschreven. Ik verwacht ook dat je nu in acht minuten gewoon <laughs> al die vragen beantwoordt. Dat er niet meer goed tussen te komen, toch? <laughs> laten we beginnen bij het begin. Uh, en, en dat is natuurlijk dat we morgen moeten, uh, wel we, uh, ze moeten morgen gaan kwalificeren. Dus laten we daar maar mee beginnen. Dat kan je natuurlijk gewoon eigenlijk zien aan, uh, aan VT1 en VT2 de, de tijdenlijst. Uh, iedereen heeft wel runs gedaan op de zachte band. Uh, qua verkeer heb ik niet hele grote problemen gezien voor welke coureur dan ook. En natuurlijk op vrijdag rijden ze niet allemaal met uh, de hoogste motorstand. Maar Verstappen was 16 sneller dan de nummer 2 in VT1 en ruim 3 e sneller in VT2. Vooral zijn uh, eerste sector tijd was heel erg goed. Uh, onze, onze engineer binnen GP-blog heeft ook weer voorafgaand al een stuk geschreven over nou, de keuze die Red Bull had gemaakt voor een wat meer medium downforce pakket uh, qua achtervleugel hier in, uh, in Japan. Ja, dat betaalt zich wel uit. Verstappen is zo snel in die, die eerste SS. Uh, ja, en dat, dat geeft hij niet meer weg. En Ferrari is nog wel heel snel qua topsnelheid. Maar ja, de, die komen gewoon belangen. En niet aan de tijd die Verstappen kan rijden over een ronde. Laat staan in de Londen. En dan was dus uh, Ferrari, noem je dan als uh, uitdager. Uh, noemden wij afgelopen week niet als, als grootste kanshebber direct, hè? Nee, ja, ik vroeg een beetje aan McLaren. Nou, McLaren, nou, ja, maar... de wel. Ja, in de Londen zitten ze er wel bij. Ik, ik... Um, kijken we kwalificatierun zat Norris er natuurlijk ook wel bij. Uh, McLaren opnieuw weer met, wat, uh, met, met twee kleine updates. Uh, Norris had natuurlijk vorig weekend al uh, een heel nieuw pakket. Piastri rijdt nu ook met dat nieuwe pakket. Norris zit erbij, ja, het is niet heel gek dat Piastri er nog niet bij zit. Uh, hij is en nieuw op Japan en dus nieuw met, de, met het update pakket, dus moet daar nog even aan wennen. Uh, dus hij zat wel op wat ach achterstand van Norris. Maar Norris zat er over één ronde gewoon oké okay bij tussen de Ferraris. Uh, en in de longrun uh, ja, lijkt McLaren wel een stapje verder dan Ferrari. De Ferrari hadden wij niet verwacht aangaande de race. En ik denk als ik nu kijk naar de longruns, uh, heb ik ook het idee dat Ferrari als een baksteen uh, door het veld gaat zakken zondag. Um, maar qua. qua Kwalificatierun zitten ze er gewoon goed bij. Kijk, zij zijn gewoon heel goed in staat die banden snel op temperatuur te krijgen. Um, ja, en dat, dat zie je over één rondje nog steeds wel terugkomen. Hey, uh, ik zie dan toch wel dat uh, Science op zijn mediumbanden. Uh, die begonnen wel redelijk snel. Kan jij hun, hun tijden misschien vergelijken ten opzichte van die van Verstappen? Die waren echt heel snel. Die reden op die T-band. Misschien moeten we dat ook eventjes uh, toelichten. Die testband uh, consistent 37ers. Ja, um, uh, 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 dat was wel opmerkelijk inderdaad, dat Verstappen zijn longrun eigenlijk deed op de testband. Kijk, iedereen moet die testband gebruiken in zowel VT1 als VT2 op een bepaald moment. Um, en Verstappen gebruikt hem tijdens de longrun. Ja, die testband is, uh, is een testband van Pirelli, logischerwijs, en is eigenlijk de nieuwe C2-band. En de huidige C2-band is de medium dit weekend, dus je kan die testband wel redelijk vergelijken met de medium-band. Uh, dus wat betreft de longruns, kan je die wel naast elkaar leggen. Uh, ja, Om ze te vergelijken is eigenlijk gewoon oneerlijk. Want Verstappen is op dit moment gewoon op een andere planeet. Kijk, Verstappen opent uh, zijn longrun met een 36-4. Daar komt niemand aan. Niemand rijdt een 36er. Uh, sterker nog, de 37ers die Verstappen rijdt, daar komen maar heel weinig aan. En Verstappen rijdt even tellen. Uh, iets, vier, vijf, vijf 37ers op een rij achter die 36 aan. En dan 1,38, daar sluit hij mee af. Een 38,2. Ja, ter vergelijking. Um, Sainz, die rijdt drie ers om mee te beginnen. En duikt dan de 38 en al heel snel de 39 in. Nou, datzelfde patroon zien we bij Leclerc. Dus dat is eigenlijk die degradatie, die slijtage die ik al eerder benoemde over Ferrari. Um, ja, Norris en Piastri reden ook een paar 37ers. Maar die reden hun longrun op de soft. Dus ja. Als je dan nog bijna een seconde trager bent dan verstappen, is dat natuurlijk wel opmerkelijk. Uh, bij hun, zeker bij Norris, die reed een vrij lange stint op de softband. En het was wel grappig om te zien dat Norris op de zachte band minder slijtage leek te hebben dan de Ferrari's op de medium band. Dus dat is wat ik wil zeggen. Kijk, over één ronde zit Ferrari er misschien voor. Maar bandenslijtage is natuurlijk een mega. Uh, heeft natuurlijk gewoon een mega impact op het raceweekend hier in Japan. En ik denk dat Ferrari daar. Ja, dat kunnen ze niet meer zo camoufleren als dat ze dat in Singapore konden doen. Nee, eventjes uh, centrale vraag. Als rode lijn, uh, heeft de Red Bull de problemen opgelost? Uh, Kijkend naar deze eerste vrije trainingen? Ja. ja. Dat, uh, ja. Ik denk dat die, uh, die, die voluit met ja kunnen beantwoorden. Jezus, wat wat ja. een voorsprong is dat dan? Nee, even ja, even het, dat is een gigantische voorsprong. Uh, tenminste, als je mag stappen heet. Uh, ik ja. zal ja. verder niks negatief zeggen over Perez en dat mag niet. Maar uh, het is in principe is het wel, uh, wel duidelijk, ja. En over de race, we hadden over die ongelooflijke bandenslijtage. Dat betekent waarschijnlijk wel een twee-stopper. Dat gaat sowieso niet bij één blijven. Um, dat is wel leuk, toch? Dat maakt Suzuka nog mooier, de race. Want het is al lijkt me, zo'n mooie race altijd. Ja, want je gaat ook altijd dan eentje of een paarden tussen hebben die wel de één-stop gaan proberen. Uh, ja. en, en dat maakt zo'n race natuurlijk altijd interessant. Kijk, Suzuka is niet per definitie een circuit waar je, je heel makkelijk kan inhalen. Maar ja, als je ballen eraan gaan, ja, dan moet je gewoon veel eerder van je gas voor die, voor die eerste bocht om maar wat te noemen, en, en kan je zelfs bij de laatste chicane ook nog wel wat voor elkaar krijgen. Dus um, ja, die bandenslijtage gaat een hele grote rol spelen, maakt de race inderdaad een stukje interessanter. En ja, uh, sowieso is het raceweekend gewoon altijd heel leuk om, uh, om mee te maken, vind ik. Ja, nou voordat we, over het nieuws, uh, nieuws, voordat we op het nieuws overgaan, uh, Mercedes is bagger, hoorde ik jou zo even fluisteren uh, met Tim dan probeer ik dingen op de record gewoon even zo te kunnen zeggen. Ja, dat is ze Voor de camera zeggen die nog maar dit. <laughs> ja, nee, ja, Mercedes was, uh, was helemaal niks. Kijk, het kan zijn dat ze, dat ze echt met een veel lagere motorstand rijden. Maar nee, het, het was niet heel veel. Um, over één ronde ja, kwam Russell, Dit was de snelste van de twee, al zestiende tekort. Uh, te maar liefst een seconde. En het is niet dat ze het he niet hebben geprobeerd. Um, en in de longrun, ja, uh, beide reden op de zachte band. Je hoorde Russel op een gegeven moment klagen van, ja, we weten waar deze band heen gaat. Oftewel, ja, deze slijt gewoon veel te snel. Ja, en als ik dan even de tijden erbij pak die zij rijden. Ja, Russel opent nog op een 37er. Even ter vergelijking wat, wat Verstappen dus zes rondes lang doet, een 37er rijden. Wat Ferrari en Mercedes twee, drie rondjes kunnen doen. Ja, dan zit ja, Russell dus nog op de softband, hè? Ja. Op de softband, ja, Russell krijgt dat één ronde voor elkaar. Hamilton helemaal niet. Um, ja, en Russell duikt. En ook Hamilton heel snel de 38ers in. Hamilton rijdt wel een redelijk constante stint in de 38. Maar ja, moet je wel weer bij zeggen, De stint van Hamilton is maar vijf rondjes. Nou, goed, voor degene die er helemaal in willen duiken. De, de, de volledige longrun-analyse is gaat te lezen op gpblog.com. Verder geen reclame. Uh, maar... Um, ja, weet je, uh, het ziet er gewoon niet uit van Mercedes op dit moment. En uh, dat was ook al wel een beetje, hing wel een beetje in de lucht. Maar ik had niet verwacht dat ze qua race space ook zover er vanaf zouden zitten. Dus ik ben benieuwd of ze, of ze van vrijdag op zaterdag uh, uh, toch nog een stapje kunnen maken. Gaat Albon ze dan nog verslaan misschien dit, uh, deze, dit weekend? Albon die zat er lekker bij, die ging hard. Maar in, heel ja. ja, in ieder geval over één ronde. In ieder geval over één ronde zou het gewoon kunnen hè? Ja. ja. Ik, ik zie je dat enigszins uh, gniffelend uh, vragen. Dat is wat je, wat je wel mooi zou vinden, vermoedelijk of niet. Ja, meer omdat ik gewoon heel erg voor album ben hoor. Dus ik heb uh, Mercedes te maken. Uh. <laughs> uh. Weet, weet je wie ik nou eens nieuwsgierig ben? Naar Liam Lawson dit weekend. Ja, want die, die ging hard tegen uh, Yuki Tsunoda. Die ging bij wijle harder. Uh, ja. Maar die auto zelf. Uh. Maar ze hebben, ze hebben daar alle, nou, die auto verwacht ik niet al te veel van. Maar ze hebben allebei iets te bewijzen hier in Japan. Uh, en ja, er is natuurlijk heel veel, veel uh, over gezegd en gesproken. Wat Lawson zou kunnen doen volgend jaar. Hij doet het best heel aardig nu. Dit is een circuit wat hij heel goed kent. Om, juist omdat hij er nog recentelijk uh, redelijk wat gereest heeft in die superformule. Dus ik ben heel benieuwd of hij uh, hier Yuki Tsunoda nu eindelijk. Want de afgelopen races hebben we dat niet kunnen zien. Hè, in de race een tsunoda tegen Lawson. Dus we ja. weten niet precies. Hoe die twee zich tot elkaar verhouden. Uh, dit weekend moeten we dat toch echt gaan zien. Met twee coureurs die zich echt willen gaan bewijzen op dit circuit. En het ook allebei kennen. Uh, dus uh, ja, daar kijk ik wel met heel veel plezier naar. Het ja, is, is inderdaad een mooi gevecht. Een mooi duel tussen ja. die twee. En Alfa en... zelf, de auto uh, Tim. Nou ja, daarover inderdaad. Want Alfa viel me ook wel positief op. Want nou, in de snelle runs viel het nog niet eens zo heel erg op. Want dan vielen ze allebei buiten de top 10. Maar als je in die longruns gaat duiken op de zachte band. Alfa Tauri dit weekend ook weer met een nieuw, uh, nieuw update pakket. Het lijkt er toch op alsof ze die auto steeds meer onder controle krijgen. En ja, als we het hebben over slijtage. Ja, dat was er bij Alfa Tauri bijna niet. reden heel constant in de 38 op, op zachte banden. Um, dus ja, als je dat dan gaat, eh, als je dat naast de tijden legt van Mercedes, dan denk je van nou, dat zit niet eens qua, qua longrun zit dat niet heel ver uit elkaar. Nou, zeg ik niet dat de Alfa Tauri op zondag daadwerkelijk voor een Mercedes zit. Maar eh, dat zag er best goed uit. En dat, datzelfde geldt eigenlijk ook voor Alfa Romeo. Eh, Bottas is ook een eh, team tijd. In de snelle tijdenlijst. Dus dat zijn er wel twee waarvan ik zeg, nou, dat zijn wel twee teams om dit weekend in de gaten te houden. Want die zitten er goed, goed bij in heel veel op vrijdag. Ja, en hey, dan, uh, dan morgen. Hè, morgen eerst VT3, dan, uh, dan de kwalificatie. Dan gaan wij even door op het uh, nieuws van de afgelopen dagen. Hebben wij woensdag net gemist, helaas. Maar gaan we het nu even over hebben. Uh, Piastri en McLaren verrassen iedereen met het verlengen van het contract van Australië. Nou, dat tot 2026 ligt Piastri vast. Ja. Ja, wel weer een, een tijdloos classic. Hoe, uh, hoe Piastri dat heeft uh, uh, op, op social media aangekondigd. Hè? Dat was wel heel mooi. Ja, he? uh, Stress-free contract, de uh, Revelation, as Always. <laughs> ja. En heb je ook gezien dat Alpine daar nog eventjes op, uh, op ja. ging? Ja, 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 nee, dat vond ik, uh, vond ik een klass act. Hij begint sowieso al een van mijn favoriete coureurs uh, te worden. Heb je ook gezien dat dat fragmentje dat hij uh, geïnterviewd wordt door Martin Bruno? Op de grid? Oh nee, ik niet gezien. Fantastisch leuk fragmentje. Moet je maar even optoeken op uh, social media. Uh, uh, Marten Brunel vraagt. Aan, wat verwacht je van de race? Aan Piastri dus. En precies op dat moment komt Estepan ook langs blijkbaar. En, en de aandacht van uh, Bruno gaat meteen. Hé hey, Ocon, uh, fijne verjaardag. En uh, Piastri loopt gewoon weg. Loof gewoon, stone cold. Nee, ik ben, ben vaak genoeg uh, voorbij voor gelopen. De wie uh, denkt hij is Doe doei <laughs> nee, niet, niet boos of zo? Hij loopt gewoon, cold weg. Ja, heerlijke gast. Ja. Oh, maar even eventjes over zijn, uh, zijn, zijn is verdient verdiend, verdiend uh, contract. Zolang toen hij 24, 25 en 26 bijgetekend, hè? zeker weten zeker weten en dan ga je natuurlijk gaan denken oh zou McLaren hiermee vooranticiperen, voor uh, anticiperen op een eventueel vertrek van nog eens uh, wie weet maar het is wel uh, zeer terecht en uh, ja je ziet McLaren maakt maakt stappen uh, ik snap wel dat hij uh, daarvoor gekozen heeft voor een uh, langere tijd bij dat team en naast verstappen is hij natuurlijk ook de, uh, de enige coureur die nu een contract heeft lopen tot in de nieuwe motorreglement ook wel een spannende stap niet in. Ja, dat, ik vind het wel een opmerkelijke deal, moet ik zeggen. Er um, was ook helemaal nog geen sprake van, zo leek het. Um, tekende al sowieso een meerjarige deal, dus hij lag al vast. Uh, dus daarvoor hoefde McLaren het niet te doen. Um, kijk, vanuit het oogpunt van, wil je een talent echt binnenhouden, kan ik het ergens begrijpen, want Piastri Geld was een van de grootste talenten op dit moment op de grid. Um, ik denk, het de, de speculeren. Um, Hang daar natuurlijk aan vast. Maar uh, er yeah, is natuurlijk een kans dat Norris op een gegeven moment uh, iets wat anders wil. Nou, daar heb je met Piastri wel een goede, goede vervanger zeg maar, klaar staan. Het enige wat, wat ik opmerkelijk blijf vinden van dit rijdersduo is dat op het moment dat je echt om de titel zou gaan strijden, wat McLaren wil op termijn, ja, dan, is dat, dan is dit wel een duo wat uh, te dicht bij elkaar zit volgens mij, waarbij er niet duidelijk één, één de beter is. En. Ja, De ervaring leert wel dat dat altijd op termijn problemen zal geven. En ja, met Norris vast tot en met 2025, Piastri tot en met 2026. Ja, nu heeft Norris nog de overhand. Uh, maar in het jaar in het van Piastri, ik verwacht dat hij steeds dichterbij zal komen te zitten. Uh, misschien zelfs wel voorbij zal gaan. Ja, dan ben ik benieuwd hoe de relatie dan wordt tussen die twee. Ja, uh, inderdaad. Uh, Norris en Piastri, dat is een, ook zo'n duo om de komende jaren op te gaan letten. Vooral nu uh, naar dit, uh, na dit nieuws. Dan uh, nog iets. Nu wordt verwacht dat Yuki Tsunoda, ja, het was officieus al naar buiten gekomen dat Yuki Tsunoda gaat, uh, gaat verlengen bij alfa in zijn uh, ja, thuisweekend. Nu schijnt dus ook dat hij, ja, dat is wat vergezocht, kan natuurlijk ook in Lost in Translation zijn, dat hij op uh, zich mogelijk versproken heeft. Hij schijnt gezegd te hebben, ja, um, ik ben benieuwd hoe en wanneer de bevestiging komt. <laughs> Zo van, hij komt wel. Ja, hij liet in de persconferentie ook al weten, toen werd, uh, hij zat sowieso al op zijn praatstoel. Want allereerst werd hij gevraagd naar Liam Lawson. Uh, en daar heeft hij een heel verhaal over gedaan. Of, of voor wie Red Bull, of voor wie Alvatore moest kiezen. Toen ging hij uh, Liam Lawson vertellen en Ricciardo. En toen grapte Albon al op een gegeven moment dat, uh, dat Yuki net Helmut Marco was. Uh, dus dat, uh, dat werd al uh, Helmut Snowden, zeg maar, of, of Yuki Marco. Um, maar toen werd hij uiteindelijk ook nog gevraagd, van, uh, want hij grapte dan van ja, we moeten maar met drie coureurs gaan rijden volgend jaar. Toen werd hij later gevraagd van ja. Uh, ben je zelf niet bang dat jij je zitje kwijt raakt? En uh, ja, Tsunoda kan niet zo goed liegen. Uh, want ja, het is gewoon echt een blij kind af en toe. Uh, en nou ja, die, die, die was echt aan het glimlachen. En die, uh, die zei gewoon, uh, you'll see soon. Dus <laughs> ja, ja, dat ja, dat ja en gewoon. Die, die heeft zijn contract verlengd. En ja, uh, als we de, de verhalen mogen geloven van een aantal, uh, aantal media die hun, hun bronnen hebben... Uh, ja, die, die weet te melden dat ze gaan voor Ricciardo en, uh, en Tsunoda. Um, ja. ja, ik heb het al eerder gezegd. Ik, ik mag toch echt hopen, als je ook, als je ook weer kijkt hoe Liam Lawson dit weekend ook weer start in de tweede vrije training. Is hij net weer wat sneller dan Tsunoda uh, op een circuit. Ja, hij kent Suzuka van Super Formula. Maar het is niet dat hij er al drie jaar, vier jaar heeft gereden met Formule 1. Uh, ook zijn long run heel indrukwekkend, heel consistent. Ja, ik zou het heel raar vinden, en, en Gandor zei vorige keer al, ja, je kan de Red Bull opleiding wel opdoeken als je hem geen plek geeft. Als, als hij dit laat zien, als hij zo voor de leeuw wordt geworpen, ja, wat moet die jongen nog meer gaan doen om een zitje te krijgen voor volgend jaar? Um, ja, dus ik, ik, ik hoop dan voor hem dat hij bij Williams wordt uitgeleend. Uh, want ja, Sargent uh, had alweer zijn momentje dit weekend. Het was al verrassend dat hij niet in de muur stond en Gasly. Ja. Uh, ja. Hij, heeft, hij heeft één dag overleefd. Was ook wel echt een heel knullig, uh, knullig crash. Hè? Ik bedoel, uh, hij hij rijdt het in en bij het wegrijden. Wat stond er nou? Zo'n zo, zo zo voorwiel hapte de muur. Uh, het ging ook zo sloom en sullig. Maar helemaal uh, kapot. Ja, die, die Alpine is net zo breekbaar als het hele management van Alpine. <laughs> zeg maar. zegt hij: <laughs> ik. wel. Wel oh, mooi hoor. <laughs> die kan je zo de titel zetten. Uh, hey, um, over uh, Ricciardo daar even gesproken dan. Uh, die is voorlopig nog niet bij, zeiden ze. Zonde. Ja, ik weet niet of ik het zonde vind. Ik heb ze zo. Nou, niet voor hem en geval. Ja, voor ja. hem is het, is het jammer. Ja, ik, heb dit zo, ik, ik vind een leuke gozer natuurlijk. Maar ik heb nooit zo uh, de laatste tijd die uh, Ricardo uh, Hype train gezeten. Ik, ik ben wel nieuwsgierig naar wat Lawson te bieden heeft. Dus ja, prima. Ja. Ja, je zei, ja, Lawson, het nodig dit weekend, mooi. Hé, hey, ga maar even door. Uh, ik, er zijn niet heel veel upgrades meegenomen dit weekend. Maar ik zag op de website wel staan dat Ferrari het grootste pakket mee heeft. Het gaat dan om een vloertip. Uh, uh, een vloer van Red Bull uh, heb je het over? Nee, Ferrari. Oh, Ferrari. Ja, Ferrari heeft een nieuwe vloer mee, inderdaad. Uh, Leclerc heeft daarmee getest in de eerste vrije training. Dus uh, ja, we moeten, uh, moeten dat even gaan afwachten hoe dat uitpakt bij Ferrari. Wat mij wel opvalt is dat ze wel consistent prestaties blijven afleveren. Dat is natuurlijk wel uh, een compliment waard richting faceur. Want ja, uh, daarin heeft hij wel een lijn gevonden die, uh, die werkt. Maar inderdaad, Ferrari met een nieuwe vloer. Um, voor de rest, steeds minder updates natuurlijk. Dat, dat is ook logisch aan het eind van het jaar. Iedereen dus heeft steeds meer focus op, uh, op volgend jaar, natuurlijk. Mm. Hey, um, dan over die vloer gesproken. Red Bull zei die test ook weer met die vloer uit, uit Singapore. Waar het dus niet zo lekker mee ging in die eerste vrije trainingen. Ja, um, nou, onze, onze engineer, zeg maar, hij had daar natuurlijk al in gekeken, naar gekeken in Singapore. En toen uh, schreef hij al in zijn technische analyse dat. Um, Red Bull wel met een nieuwe vloer en een nieuwe achtervleugel kwam. Maar in beide gevallen ervoor koos om die niet te gebruiken in Singapore. Uh, omdat het gewoon niet werkte. Nou uiteindelijk, de rest van het, het oude pakket werkt ook niet helemaal in Singapore. Maar dat is een ander verhaal. Nou nu in Japan hebben ze die vloer weer opgetrommeld. De achtervleugel ook weer opgetrommeld. Um, Gebruikt tijdens de vrije training. Ja we zullen morgen tijdens v 3 en de kwalificatie zien... of ze hem dit keer wel in gebruik gaat nemen. Ehm... Um, dus ja, dat, dat is uh, Red Bull. Verder geen updates van Red Bull, maar meer gewoon een oude update. Uh, ja, weer afgestost En nog een keer uh, gaan proberen. Dan uh, laatste nieuwtje. Uh, er zijn heel veel coureurs die hebben een, uh, een uh, nieuwe motor uh, de, erin gezet dit weekend. Uh, zeven stuks, waaronder uh, onze Max Verstappen en de uh, Serge Perez. Um, dat is de, de, de vierde, hè? dus die zit je op de, op de rand. Uh, dus dan met nog zes races te gaan. Ik verwacht niet dat uh, dat. Uh, dat alle, al die motoren het redden van uh, Verstappen en PRS. Jij wel, uh, Gander? Ik heb werkelijk geen idee. Nee? Jij dan, uh, Tim? Nou ja, kijk, weet je, uh, er komen ook nog wel een paar races aan waar het niet heel erg zou zijn als je achteraan start. Um, dus de teams die krap zitten, die zullen een Qatar, Amerika, zelfs Mexico kan je dat ook nog wel doen. Weet je? Dat, dat zijn gewoon drie circuits. Kijk, Vegas zou dat niet doen op een stratencircuit en Abu Dhabi over het algemeen ook niet. Die andere drie, eh, Brazilië zelfs natuurlijk ook nog. Ja, weet je, dat, dat zijn gewoon banen waarop je als je wil en als het je niet heel veel pijn doet, kan je gewoon je motor wisselen. Dus ja, er zullen teams zijn die nog uh, gridstraffen moeten pakken in de laatste fase van het seizoen. Maar dat hoort er een beetje bij en je kan vaak de namen wel invullen die altijd weer een gridstraf moeten pakken. Ja, want uh, naast Verstappen en Prest staan ook Hamilton, Alonso, Piastri, Stroll en Sargent na dit weekend op de, op de WIP, zeg maar. Um, ja, dit was de, de F1 vandaag van de Grand Prix van Japan. Uh, Gandor, even aankondigen de undercut. Even ja. iets anders? Uh, we gaan uh, maandag gaan we, gaan we opnemen. Dus uh, maandagavond uh, uh, wel kijken naar de undercut. Maar uh, ja, dit was. Uh, mijn, mijn reclame spotje. <laughs> dankjewel. <laughs> ik vond het perfect. Nu gaan mensen wel eens kijken. Nu mag wegblijven. Dat hoop ik. Tim, uh, dankjewel vanuit je datacentrum. Uh, ja, Gandor, dankjewel vanuit uh, dit datacentrum. Kijkers en luisteraars bedankt voor het kijken en luisteren. Dit was de F1 vandaag. Veel plezier met de GP van Japan. Doei.